Dit is Kenonia Live, donderdag 7 juni 2018. We willen samen een psalm lezen. Psalm 10 wordt dat. Zal ik beginnen? Ja, begin maar te lezen. Ik zou zeggen de eerste 5 versen eerst maar even. Ja. Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartewens. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Zijn wegen bezorgen te alle tijden verdriet. Uw oordelen gaan hem te hoog. Hij houdt ze ver van zich. Als zijn tegenstanders blaast hij weg. Ja, nou dat is nogal een stevige tekst. Wat me altijd opvalt is dat idee dat God zich verbergt. Hè? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid, zegt de Statenvertaling. Dat is natuurlijk wel een ervaring die mensen kunnen hebben. Hè? Dat juist als het moeilijk gaat in het leven, dat soms God heel ver weg lijkt te zijn. En ja, moeilijk hebben in dit geval, de tijden van benauwdheid, dat blijkt wel uit het tweede vers. Dat is een tijd van vervolging door de goddelozen. Die met ijver of hittegeluk, zegt de Statenvertaling, de ellendige achtervolgt of vervolgt. En ja, dan lijkt er toch helemaal geen sprake te zijn van Gods aanwezigheid en van Gods zorg in de wereld. Als het af en toe tot een dergelijke vervolging en benauwdheid komt. En de psalmschrijver die zegt in vers 2, laat hen gegrepen worden in de aanslagen die zij bedacht hebben. Dat is toch wel een bede om wraak, om ingrijpen van Gods kant. En de reden daarvoor staat dan in vers 3. Die goddeloze is alleen maar bezig met wat hij zelf nastreeft. En hij zegent iemand, die staat hier als gierigaard. Maar degene die dus alleen maar streeft naar rijkdom en naar macht dus over anderen, dat gaat altijd in één adem door. Mm-hmm. Die wordt door hem gezegend, terwijl eigenlijk de ellendige door hem gezegend had moeten worden. Mm-hmm. En dat is gezamenlijk een lastering van de Heere, de godsnaam. Duidt dan aan dat we met de God van het verbond te maken hebben. Dat is een lastering. En dus zijn hele leven en zijn houding, zijn levenshouding, gericht op rijkdom en het onderdrukken van anderen te willen van eigen begeerte. Mm-hmm. Ja, dat is een laster tegenover de Heer. En dan wordt in 4 die goddeloze nog even gekarakteriseerd. Trots steekt hij zijn neus omhoog. Hè. Hij is arrogant, hij is hoogmoedig. Maar dat komt ook omdat hij geen onderzoek doet. Hij denkt niet na over zijn leven en wat er aan de hand is. En dan staat er heel kort, al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Nou, niet dat hij alleen maar de hele dag loopt te denken, er is geen God, er is geen God, er is geen God. Handelingen zijn er. Maar al die gedachten, de plannetjes die hij maakt, de voornemens die hij heeft, de overwegingen die hij heeft, die houden in dat hij met God geen rekening houdt. Mm-hmm. Helemaal in tegenspraak dus met Psalm 1, waar die goddeloze ook wordt gekarakteriseerd. Hè. Dan is het kaf dat door de wind wordt heen gedreven. De goddelozen zullen niet bestaan in het gericht enzovoort. Maar de tegenstelling is dan iemand die de wet van de Heere God dag en nacht overdenkt. En hier dus al zijn gedachten zijn. Er is geen God. Dus dat is de oppositie. Hè. De goddeloze die helemaal geen enkele gedachte aan God wijdt en die in al zijn voornemens met God geen rekening houdt. Tegenover die ellendige die door hem daardoor ook wordt verdrukt. En ja, dan kun je denken aan de rijke man en Lazarus. Hè? Die rijke man is alleen maar met zichzelf bezig.
Oh, hij onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. En daar ligt dan Lazarus, hè, als de ellendige. Die misschien niet eens door de rijke man vervolgd wordt, maar in ieder geval wel genegeerd wordt. En die zijn levenslot toch wel te danken heeft aan de onverschilligheid van de rijken. Ik denk dat dat zo pak en beet de eerste vijf versen uitlegt. Dus we weten wel meteen over wie we het hebben. Dit is een uitleg van de houding van goddelozen. Die vervolgt in vers 2. Hij lastert de Heere in vers 3. En de reden daarvan, vers 3, al zijn gedachten zijn dat er geen God is. En dan het vijfde vers nog, dat vergat ik nog. De oordelen van de Heere, dat zijn dus de geboden en verboden van de Tora, de manier waarop God over het leven van de mens oordeelt en denkt, ja, die zijn hem te ver weg, hè? Die zijn een hoogte, niet omdat ze kwalitatief in de hoogte staan, hè? Dus in de zin van datgene wat ik moet gehoorzamen, maar dat is zeg maar een beetje te hoog, te idealistisch, dat is te ver weg gedacht. Ik geloof dat dat een aardige beschrijving is van hoeveel mensen ook denken. Je kunt over de wet van God gaan spreken, over het liefdesgebod van Christus gaan spreken. Nou, dat is wel een mooie verheven taal, maar de praktijk van het leven is toch veel belangrijker. Daarin mag je voor jezelf opkomen, je mag je eigen doelen nastreven. En daarin hoef je toch met God helemaal geen rekening te houden. Dus wat dat betreft, een heel duidelijke omschrijving van moderne, materialistische, atheïstische mens. Nou, dan hebben we in vers 6, hij zegt in zijn hart, en in vers 11, hij zegt in zijn hart. Dat lijken me twee aparte onderdelen te zijn. Komen we nu aan vers 6 tot en met 10? Ja. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen. Want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list. Onder zijn tong is kwaad en onrecht. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen. Op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige. Zijn ogen loeren op de armen. 9 en 10 nog. Ja, oké. Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats. Zoals een leeuw in zijn schuilplaats. Hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen. Hij overvalt de ellendige als hij hem in zijn net trekt. Hij duikt neer, hij bukt zich en de arme valt in zijn sterke poten. Ja, dat is nogal een lijst van zonden. Ja, daar heb ik wel deze kanttekening bij. Dat is wel duidelijk wat de tekst ongeveer betekent. Hij vloekt, hij bedriegt, hij heeft list. Hij brengt moeite en ongerechtigheid met de tong voort. Dat is het allereerste. Maar daarna gaat het over behoorlijk zware misdrijven. Ik heb wel eens gedacht, van dat gaat er niet zozeer om dat de goddeloze nu per se tot al die misdaden komt. Ik denk dat het wat poëtische aanduiding is voor de houding en de gevolgen. De houding van de goddeloze, die onverschilligheid tegenover de zwakkeren, is één ding. En dat hij feitelijk op allerlei manieren gewoon door zijn kracht te gebruiken en zijn positie te gebruiken, feitelijk gevolgen verwekt voor mensen die het moeilijker hebben. Dus als er bijvoorbeeld in vers 8 staat, in de Statenvertaling zo mooi, hij zit in de achterlagen der hoeven. Oftewel, hij zit in een hinderlaag in de dorpen. Dat betekent dus niet letterlijk dat hij als struikrover optreedt. Maar in feite is het onrecht wat de goddeloze verwekt te vergelijken met een hinderlaag die je niet ziet aankomen en gewoon in het dorpsleven overvalt onrecht anderen en dat wordt door hem uitgelokt of mogelijk gemaakt. Simpelweg omdat hij met zijn eigen belang alleen bezig is. Dus zoals het einde van vers 8 in de Statenvertaling, zijn ogen verbergen zich
tegen de armen. Kun je zeggen, hij loert in het verborgene op hem. Maar ik denk dat het gaat niet zozeer om de feitelijke omschrijving van een struikrover die in een hinderlaag ligt. Maar ik denk dat de vergelijking is, het onrecht overvalt de armen en de zwakkeren in de samenleving. Alsof het een hinderlaag betreft. Hè? Ik denk dat de goddeloze juist dit alles doet. Simpelweg doordat hij zijn eigen doelen nastreeft, met armen geen rekening houdt. Alleen maar met zichzelf bezig is. Dat hoeft nog niet eens zo te zijn dat hij bewust tot misdaden komt. Anders zou je ook het verwijt kunnen krijgen dat de Bijbel zou leren dat iedereen die niet in God gelooft automatisch een heel slecht mens zou zijn. Ook in menselijke zin een slecht mens zou zijn. Ik denk niet dat dat uiteindelijk het idee is. Maar hij kan als ware niet anders, hè? Heel zijn positie van rijken in de samenleving, van mensen die op hun eigen kracht vertrouwen, van mensen die God niet erkennen, heel hun positie, hun gedrag, kan niet anders dan gericht zijn op hun eigen belangen. Dat gaat altijd ten koste van anderen. Ja, dan maak je fouten. Ja. Dan maak je automatisch fouten. En ja, waar komen die fouten uiteindelijk aan? Bij de mensen die zwakker zijn. Ja? Ja. Dan komen we aan vers 11 en 12. Ik denk dat dat ook een apart gedeelte is, ingeleid door, hij zegt, in zijn hart. Ja, wil je het lezen? Alleen 11 en 12. 11 en 12. Ja. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. En hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Sta op, Heere God, hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet. Ja, dat is een mooi contrast. In eerste instantie tussen vers 1 en vers 11. Want de psalmist die bidt dus ook. Hè, Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? En hier zie je dat de goddeloze ook zegt. Want zo lees ik dat vers 11. Ik denk dat de goddeloze dat zegt in zijn hart. God heeft het vergeten. Wat de goddelozen voor kwaad aanrichten, daar is bij God geen herinnering van. God, als hij al bestaan kan, dan is het een macht, een kracht in het heden. God is niet als een mens die zich dingen herinnert en dus ook niet oordelen kan. Hij heeft zijn aangezicht verborgen, is in de mond van de goddelozen dus echt iets anders dan in de mond van de ellendige. Die zegt, waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Dat betekent, God, u bent er wel en u keurt dit onrecht wel af, maar u doet er niks aan. Maar als de goddeloze het zegt, heeft zijn aangezicht verborgen, is het bijna cynisch. God kijkt ook echt niet toe bij wat ik doe. Hè? God heeft niks te maken met wat ik doe. Hij ziet in eeuwigheid niet. Hè? Dus God blijft het ook niet. God zal tot in eeuwigheid het ook niet zien. Dus voor de goddeloze is de Gods verborgenheid, zeg maar, een positieve zaak. Dat betekent dat hij in zijn geweten vrij is om te doen en laten wat hij wil. Contrast dan ook nog met vers 12, want dan komen die ellendigen aan het woord. Sta op, Heere God, hef uw hand op, vergeet ellendigen niet. Dat slaat dan weer terug op dat eerste vers. De oproep van, weerleg nou die goddeloze die zegt, God heeft het vergeten. Ja. Nee, sta op, vergeet de ellendigen juist niet. Zie het aan, zie het altijd aan en laat merken dat u het weet. Dus dat is een heel mooi schakelstuk, dat vers 11 en 12, tussen die eerste 10 versen, die beschrijving van de goddeloze. En dan het laatste stuk, vers 13 tot en met 18, waar eigenlijk die twee dingen samenkomen, de goddeloze en de ellendige. Goddeloze en zijn gedachten en zijn leven en de ellendige met zijn gebed. Dat komt dan samen in 13 tot en met 18. Ja, zou je dat nog willen lezen? Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart, u zult geen rekenschap eisen? U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Op u verlaat de arme zich. U bent geweest een helper van de wees. Verder? Ja, 15 tot en met 18 nog. Oké. Breek de arm van de goddeloze
en de kwaaddoener. Eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot u er niets meer van vindt. De Heer is koning, eeuwig en altijd. De heidevolken zijn uit zijn land verdwenen. U hebt de wens van de zachtmoedige gehoord, heren. U zult hun hart versterken. Uw oor zal er acht op slaan. Om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven. Dan verandert helemaal de toon, hè? Ja. Dan verandert helemaal de toon in de laatste tekst. In vers 13, waarom lastert die goddeloze God? Waarom doet hij dat nou? Dan gaat het dus om het punt dat de goddeloze dat wel kan zeggen. Hè? Gij zult geen rekenschap eisen. Of gij zult het niet zoeken in de Statenvertaling. Want dat is vreemd dat die goddeloze dat denkt. Want het is wel degelijk zo dat God rekenschap zal eisen. Dus het is een fundamentele vergissing van de goddeloze om te denken dat er geen eindafrekening zal zijn. Vers 14, gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Hij ziet het wel degelijk, hij is er wel degelijk mee bezig. Maar de bedoeling is, van het besef daarvan, hè, de bedoeling van het besef dat God het wel degelijk ziet, dat je geduld uitoefent en het in Gods hand overgeeft. Dus heel nadrukkelijk niet dat we de goddelozen gaan weerstaan met geweld, hè, maar dat we het in Gods hand leggen en dus geduld uitoefenen in die tijden van benauwdheid, waarin God zich lijkt te verbergen. Mm-hmm. Op u verlaat zich de arme, gij zijt geweest een helper van de wees. Je ziet het ook gebeuren, de arme heeft ook geen andere mogelijkheid dan op God te vertrouwen. En in het verleden is God toch ook een helper geweest van diegenen die zwak zijn in de samenleving, hè, omdat ze niet een vader en moeder hebben die voor hun kan opkomen. Ja, en dan de bede, breek de arm van de goddeloze en boze. Laat die goddeloosheid nu worden geoordeeld. Neem hem ook weg. Hè. Dus het gebed dat het onrecht zal worden weggenomen. En dan weer de zekerheid in 16. Ja, dat zal ook gebeuren. De Heere is koning voor eeuwig en altijd. Dus hij zal het zien en hij zal er wat aan doen. Zoals uit het verleden al bleek, de heidenen zijn vergaan uit zijn land. Op die manier is bij de intocht in het land ook het onrecht van de zeven volkeren die daar nog waren geoordeeld. De heidenen zijn al vergaan uit zijn land, dus we hebben daaraan een aanwijzing dat de Heere zijn koningschap wel degelijk zal uitoefenen, ook in oordelen. En 17 en 18... een gebed tot de Heere God. Heere, gij hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord. De zachtmoedigen en de armen trouwens komen ook voor in de bergreden. Hè? Aan het begin, dit zijn de mensen voor wie dat koninkrijk met name bestemd is. Gij zult hun hart sterken, uw oor zal opmerken. Om de wees en verdrukte recht te doen, opdat de mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. En als God recht gaat doen aan de wees en de verdrukte en de ellendige en de zachtmoedigen, dan zal geweld dus van de aarde verdwijnen. Ik wilde nog even ter afsluiting even kijken naar de introductie van de bergreden in Matthäus 5. Want dan zie je hoe die groepen die daar genoemd worden uiteindelijk afkomstig zijn uit de psalmen. Hier vonden we de ellendige, de arme, de wees, de verdrukte en de zachtmoedige. Nou, ze komen niet allemaal voor volgens mij. Maar als je denkt aan Matthäus 5, dan zie je die zachtmoedigen een beetje terugkeren in vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. De andere categorieën zijn min of meer terug te leiden op wat we al eerder hebben. Maar dat zijn precies die categorieën dus hier. De ellendigen, de armen, de zachtmoedigen, de wees en de verdrukte. Voor hen is met name dat
koninkrijk bestemd. Zij zijn degene voor wie in Matthäus 5 de koning, hè, dus de koning van vers 16 in Psalm 11, de Heere is koning eeuwig en altijd, voor altijd. Hè, de koning Jezus zegt in Matthäus 5 voor wie hij met name gekomen is. Hè, voor wie hij blijken zal de reddende koning te zijn. En dat is toch wel een mooie parallel. Hè, dus als je Matthäus 5 zou lezen, dan zou het helemaal niet zo gek zijn om Psalm 10 daarbij te zingen. Ik heb toch nog even een vraagje over vers 15. Dat staat in verband met de uiteindelijke uitspraak om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven. Dus we gaan terug naar breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener. Daar wordt toch wel iets heel speciaals mee bedoeld, lijkt mij. Want als deze uit het beeld verdwenen zijn, hè, als die arm gebroken wordt, op welke manier moet je me straks even vertellen, dan pas zal er dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven. Hè. Dus hoe krijgt God die mensen die wel het kwade doen, zeg maar, en de goddeloosheid, en, hij vraagt rekenschap, hoe gaat dat gebeuren? Hè? Want we zien het nu nog steeds natuurlijk op aarde. Ja, ik denk dat je rekening moet houden met dat karakter van Hebreeuwse poëzie. Dat je in twee regels bij elkaar, hè, schijnbaar een herhaling van de eerste gedachte vindt, of een uitbreiding of een tegenstelling. Dus in vers 15 is dat net zo. He, er zijn twee dingen die God gevraagd wordt te doen. He, te breken en te zoeken in de Statenvertaling. Mm-hmm. He, of rekenschap te vragen in de herziene Statenvertaling. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat je die twee bij elkaar moet brengen. Dat is dan zo te lezen, he, dat de macht van de goddeloze, een arm is altijd een uitdrukking voor macht, he, de mm-hmm. kracht die erin mm-hmm. zit. Als die arm wordt gebroken, dan gebeurt dat doordat God rekenschap vraagt. Als God het geweten raakt van mensen, als God de macht van die goddelozen wegneemt, de samenleving verandert, de goddeloze heeft juist geen poot om op te staan, hij wordt verhinderd om zijn eigen belang boven alles te stellen, et cetera, et cetera. Dan is zijn macht is dus weg als het hem onmogelijk wordt gemaakt om zo te handelen, of als er geweten wordt geraakt, als inderdaad rekenschap gevraagd wordt. Dat kan zijn doordat iemand zijn eigen grenzen, alsof hij tegen een muur loopt. Hè. Je hebt nogal wat mensen die steeds meer risico nemen in het leven, die heel arrogant worden en uiteindelijk dan een gigantische blunder maken en hun hele rijkdom en positie verliezen. Mm-hmm. Dat gebeurt. Mm-hmm. Je hebt ook mensen die plotseling door een ziekte of door een moment, een tijdelijke ziekte, plotseling zo in hun geweten worden geraakt, zo beseffen dat ze fout bezig zijn, dat ze veranderen. In vers 18 denk ik dat het dit betekent. Als God het zal opmerken en de beden van de zachtmoedige gaat verhoren en de wezende verdrukte juist recht gedaan wordt, dan zal geweld niet meer de norm zijn. Hè? Mensen op aarde worden geacht niet met elkaar om te gaan in vormen van geweld. En als er recht gedaan wordt door God, als je dus ziet in de samenleving, en ik denk dat dat uiteindelijk in een duizendjarig rijk zo gaan zal, als wezen en verdrukte recht wordt gedaan, als de zachtmoedigen juist hier tot bloei komen, omdat het koninkrijk helemaal voor zachtmoedige en barmhartige en reine van hart en vredestichters enzovoorts bedoeld zal zijn, mm-hmm. ja, dan zal in zekere zin geweld gewoon niet meer mogelijk zijn, gewoon niet meer een zinvolle manier zijn om in het leven te staan. Ja, ik denk dat de pointe is. Ver vooruitzien, oké. Er is nog een alternatieve vertaling trouwens, opdat een mens van de aarde niet meer voortvaardig geweld te bedrijven. De kanttekening bij de Statenvertaling zegt, opdat een sterfelijk mens niet meer voortvaren uit het land te verjagen. Dus niet geweld bedrijven, maar uit het land verjagen. Oké.
dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.